Wel applaus, maar geen punten. Ja, dat klopt. Heb je goed gezien. Ja, dat is sneu wegkomen, het verlies tegen Feyenoord. Ja, zeker. Ik denk dat het niet had gehoeven. Ik denk dat we bij Vlaag gewoon echt goed voetbal hebben laten zien en ook veel kansen hebben gecreëerd. Ja, en dan bij het laatste, in de laatste fase ontbreekt het bij ons misschien met een beetje geluk, misschien met een beetje nauwkeurigheid. Maar ja, anders ga je gewoon met 1-1 de rust in. Ja, 1-1 de rust in, maar jullie komen snel achter op 1-0. Berghuis mocht wel echt ver komen en kon vrij uithalen. Ja, onze trainer zei ook rond de rust van ja, dat mag gewoon echt niet. Dat hij zo vrij kan schieten daar, want je weet dat hij een heel goed schot heeft. Ja, weet je, ik denk ook niet dat iemand dat expres doet. Dus iedereen weet wel dat hij goed kan schieten. Maar goed, dat mag niet gebeuren, want dan, daardoor sta je al na 5 minuten 1-0 achter. Ja, even later nog een akkefietje in de 16 voor Bijlo. Hensbal of niet? Ja. Heb je dat gezien? Want daar geeft hij geen strafschop. Nee, ja, dat was volgens mij met een bal van mij. En ik probeerde hem achter de verdediger langs te geven. Maar volgens mij ging hij via zijn voet tegen zijn hand. Ja, en ik weet niet precies of dat dan Hens is of niet. Maar ja, volgens mij hebben we wel 4 of 5 momenten gehad dat we een penalty claimden. En we kregen hem niet, dus ja. Nee, goed, dan na die 0-1 pakken jullie de draad goed op. Ik denk, nou, dat komt wel. Ik zag mooie aanvallen. Alleen dat laatste zetje. Ja, vind ik ook. Ik denk dat we hebben gewoon goed geduld gehouden. Niet te snel naar voren, omdat ja, dan weet je dat Feyenoord je in de counter kan slachten. Maar ja, weet je wat het is? Ja, we spelen goed voetbal, we maken goede aanvallen. Alleen dan belonen we onszelf niet. Nee, dat is zonde. Ja, dat moet dus nog beter. Absoluut, ja. Ja, dan in de tweede helft eigenlijk hetzelfde beeld. Feyenoord liet jullie komen, maar weer niet te kunnen afmaken. En dan Feyenoord is 1 keer weer dodelijk. Ja, dat ik weet niet, dat is misschien het idee van Feyenoord dat ze ons willen laten komen. En ons goed gevoel geven in die wedstrijd. En uiteindelijk, ja, Feyenoord die met een goede aanval ook overigens, komen ze 2 keer goed doorheen. En dat is dan de kwaliteit van Feyenoord. Ja, en op het laatste laat Setter natuurlijk ook zien dat hij kan keepen. Ja, maar dat wist ik al. Want hij houdt een paar prima uit. Ja, absoluut. Ja, ik denk het had ook zo 3-2 of zo kunnen zijn. Maar goed, dat heeft hij goed gedaan. Ja, 3 gele kaarten pakken jullie. Was dat nodig geweest? Soms... gaan spelers fel erin en ja, soms krijg je dan een gele kaart. Dat hoort bij het voetbal, denk ik. Ja, maar de felheid was er vandaag, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat we wel gewoon gestreden hebben als team. En dan is het wel zonde dat je dan uiteindelijk met lege handen staat. Ja, en de fitheid was er ook bij Jesper Drost, 90 minuten. Ja, dat is wel lang geleden in een competitiewedstrijd. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Omdat ik heb natuurlijk een vervelend jaar gehad vorig jaar, dus dat op zich ben ik daar wel blij mee. Ja, maar hier heb je naartoe gewerkt en als het dan 90 minuten volhoudt, dan mag je toch een beetje tevreden zijn. Ja, en laat ik het zo zeggen, ik had het zeg maar een paar maanden geleden niet verwacht dat ik nu 90 minuten al zou spelen in de eerste competitiewedstrijd, dus dat op zich is dat prima, alleen het is toch wel een vervelend gevoel, want je had daar liever met een punt of 3 gestaan. Ja, en nu naar AZ de volgende week weer een moeilijke tegenstander. Ja, zeker. Maar we hebben ze in de voorbereiding ook getroffen. En toen hebben we ook een goede wedstrijd gespeeld. Dus ik denk dat we dat gewoon mee moeten nemen.